De afbouw van het clusterlaboratorium van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, zal bijdragen aan het bevorderen van de planten die worden geëxporteerd. Dit werd vanmorgen bekendgemaakt tijdens de contractondertekening van de uitvoering van civiele bouwwerken voor het herstel en de voltooiing van het clusterlaboratorium. Dit project is bedoeld om voedselveiligheid en zekerheid te garanderen. Met het laboratorium zal het ministerie van LVV in staat worden gesteld de planten die moeten worden geëxporteerd goed te keuren. Dit zal zorgen voor het certificeren van de planten op internationaal niveau. Sherwin Anand Bahadur, directeur van Smart and Innovative Consulting Engineer, SAIS, zegt dat dit project ook zal bijdragen aan het helpen bevorderen van de agrarische productie. Dus het contract houdt in het afbouwen van het clusterlab. Er zijn twee contracten geweest, één voor de bouwkundige aannemer. Die gaat belast zijn met het afbouwen van het dak, schilderwerken, terreinwerken. En dan heb je technische installaties, daarvoor is Beta Group, die zijn contract houdt dan in. Elektrische installaties, waterleiding, gasinstallaties, HVAC installaties. Zo'n laboratorium, daarvan zijn de installaties toch wel iets meer dan een normale, omdat het om een lab gaat. Dus daarom hebben we een professionele bedrijf erbij gehaald om dat alles te doen. Anand Bahadur merkt op dat er binnen de komende 12 maanden met veel discipline gewerkt zal worden om dit project tot een succesvol eind te brengen.